zo meteen een stuk. Nou, dat gaat toch best wel goed? Ja, dat is echt jaren geleden. Hier in Velserbroek staat het circus. Circus zijn, en dat heeft toch altijd een beetje iets magisch, een circus. Ik ben benieuwd wat ik hier mag gaan doen. Dicht te vouwen deze brief. Maakt het extra spannend. Eens kijken. Dag Marieke, vandaag kijk je rond bij Circus Sein. Waait ook lekker. Veel Nederlandse circussen hebben het zwaar, maar met Circus Sein gaat het heel erg goed. Zij hebben jaarlijks 77.000 bezoekers en meerdere voorstellingen per week. Ook deze middag gaan de artiesten weer de piste in. Jij gaat rondgeleid worden door de circusdirecteur, in een woonwagen op zoek naar de voorpagina van The Sun en kijken hoe Jasper zijn act repeteert. Succes, de redactie. Nou, dan ga ik van start. Even de envelop weggeven. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan moet jij de directeur zijn. Ze zeggen het. Marieke, hi. Goedemorgen. Hi. Jij bent? Ik ben Alex Seim. Alex Seim. Meteen ook de achternaam. Van een van de laatste reizende Nederlandse circussen. Ja, ik lees net hier in de brief van de redactie dat het heel erg goed gaat met jullie. Ja, het gaat heel goed met ons circus. Op zich gaat het ook goed met het circus in Nederland. We hebben circusopleidingen, we hebben heel veel kerstcircussen. Er zijn heel veel circussen die op projectbasis evenementen doen. Maar ja, reizende circussen met een tent, met wagens, met medewerkers die een heel seizoen lang door het land trekken, die worden schaars. Daar zijn er nog maar 3 van in Nederland. En daar zijn wij er 1 van. Ja. Hoe verkleinen wat zo goed gaat met jullie dan? Ik denk dat wat heel belangrijk is dat je de identiteit van je circus kent. Dat je weet, wat is mijn doelgroep? Hè? Wij staan echt voor 100% familiecircus. Dus dat je daar ook je samenstelling van je programma op richt. Dat je het echt als een bedrijf runt. Het is romantisch, dat willen we uitstralen. Ja, want zie hier al natuurlijk weer het heerlijke romantische gevoel van de grote tent en de woonwagens aan. Ja, en dat moet je ook wel hebben, want dat is wat mensen willen beleven. Maar uiteindelijk is het ook wel weer een heel strak gecoördineerd bedrijfje. Ja. Hey, kun jij mij rondleiden en laten zien wat er hier allemaal op het terrein in Velserbroek te zien is? Ja, nou, dat kan. We staan, er hangt altijd een beetje van locatie af natuurlijk waar je staat, grote, kleine. We staan hier, dit is bijvoorbeeld de wagen van het personeel waar ze een douche hebben en een keuken en dergelijke. Nou ja, het is 's morgens, dus dan worden de reparaties uitgevoerd. Deze caravan lijkt een gewone caravan, maar dat is onze kantoorwagen. Dus daar ben ik meestal te vinden om alles te regelen. Blijft toch een beetje, ik mag zo meteen nog in een woonwagen kijken, maar het blijft toch altijd een beetje passinabia gevoel, zeker zo'n caravan. Sorry, mijn eerste associatie. Ja, nou ja, misschien is dat ook wel goed. Kijk, de kleuren zijn anders. De passinabia generaties, dat zijn natuurlijk toch nu de papa's en mama's van nu. Dus ja. Dat is misschien wel heel goed. Nou, dan hebben we hier de kassawagen. Dat is natuurlijk daar gaat ook allemaal materiaal in als het circus wordt vervoerd. Want de hele circus gaat in 1 keer over. Vrachtwagens staan er natuurlijk omheen. En om de week hebben we ook een rijdende school. Voor de kinderen die bij het circus... En waar heb je die staan? Die staat deze week niet. Die is er volgende week weer. Want de kinderen krijgen de ene week hebben ze afstandsonderwijs. Dus dan gaan ze met de computer, loggen ze in met de docent in de taal die ze spreken. Dus Tsjechisch of Pools. Dit jaar. We hebben ook wel Chinese kinderen gehad. En volgende week is Angela er weer. Dat is onze Nederlandse docent. En die geeft dan les in het Engels en Duits. En die komt dan met een soort rijdende vrachtauto, zeg maar. Kunnen we eens kijken nemen in de hier tent? Hier is de tent, ja. De circus tent. Maar jij zegt al Tsjechisch en Pools. Hoe komt het nou toch dat er met circussen zoveel... Met buitenlanders wordt gewerkt, met buitenlandse artiesten. Ontzettend donker hier binnen. Ik hoop dat Arnold, onze cameraman, het een en ander kan zien. Dat kan ik wel regelen, maar dan zitten we buiten. Ja, want we moeten van alles nog zien hier. Ja. Maar het is nu het is wel aardig te zien. Okay. Nee, circusartiesten komen eigenlijk overal vandaan. Dit jaar hebben we mensen uit Frankrijk, uit Italië, uit Polen, uit Roemenië. Nederland, noem het maar op. Dus ze komen eigenlijk overal vandaan. Het is niet zo specifiek dat het allemaal buitenland zijn. Maar het is wel zo dat in Nederland hebben ze pas sinds een paar jaar een hbo-opleiding en daarvoor niet. En als je geen opleiding hebt,
ja, dan komt er ook geen nieuw aangewas natuurlijk. En dat gebeurt nu wel. Ja. Hey, ik heb als tweede opdracht gekregen dat ik in de woonwagen op zoek ga naar de voorpagina van de Sun. In wiens woonwagen mag ik gaan kijken? Nou ja, dat kan er maar één zijn. Dat zijn Paolo en Veronica. Paolo komt uit een echte Italiaanse circusfamilie. De Ernesto-familie. Dat is ja, echt een dynastie. En Veronica komt uit de Fantini-familie uit Tsjechië. Dus Italiaans en Tsjechisch. En zij staan hier met de woonwagen achter de grote circustent. Ja? Nou, we gaan daar naar kijken. Hallo. Come in. Thank you. Oh, hi, there's a dog. Yes. Hello. What's your name? Lily. Lily, hi Lily. Hi, Marieke. I'm Veronica. Veronica, nice to meet you. Then you must be Paolo. Oh, yes, I'm Paolo. Hi, nice to meet you. Hello. How are you? And it's a small Paolo. Small Paolo. Paolo Junior. Yes. He's such a cute little guy. Are you a couple as well? Yes, we are married for 7 years. Oh wow, 7 years already. And how did the two of you meet? In the circus? In the circus. We was working in Denmark. I was working there with my family, circus family. He was with his clan family there. And then we fall in love and 1 year after we get married. Wow. What's it like working in a circus and traveling all the time? It's beautiful. It's every time we meet new people, we see new towns, we see new countries. It's very nice. It's not boring at all. What countries have you been to? Japan, America, Thailand, all Europe, all over the world. All right, all right. And I'm really curious about the act. What do you do in the circus, Veronica? So I do juggling and aerial act, and with my husband we do a roller skate acrobatic. Oh wow! Yeah. So that's and your. And I'm the clown also. You're the clown. He's the yes. clown. Your daddy is the clown. Yeah. Why is he's not laughing? No. He's shocked. He's a little bit clown. He wants to look the clown. Yeah, as long as the customers do. Is little Paolo Junior going to be in the circus as well? What do you think? We hope yes. Yeah? Yes. Yes. He loves clown. He's all day long watching clown on the telephone, on TV. So yeah. Let's hope. Do you have a photo or something? Like I can see what we you look like when you are in your act. We have here from this roller skate acrobatic. That's my husband and me. This time we was in America, Las Vegas. We was there 1 year working. But that was different than the circus life because we was in a casino on one place. Mm-hmm. So that was totally different, but it was also a very nice experience for us to stay 1 year on one place. Yeah. Because we changed town every week, sometime in Denmark every day, changed town every day. So to stay on one place for 1 year, that was hard to get used to, but it was nice. Yeah, then you have like you can have your own neighborhood. You know exactly, what it's like living exactly, at one place. Exactly, exactly. Paolo could go to the gym every day because when you change the town, it's difficult to make all the papers and everything because you should go to one. So all this kind of thing is possible to make when. I see now. This is the Sun, and I have something I have to check here. I had to come in at your home and look for the front page of the Sun, and here it is because I already achieved my accomplishment. Can you show me around in your home? Sure. So, well, in the circus we cannot really have a very big home, but so this is the living room. Then we have here the kitchen. Do you cook every night? Of course. Yeah. I have a. One more boy, my son, but he's sick. He's in the bed and we can film him. Can we have a look? Yeah, so you got two kids in a relatively small house, if I might say. Hello. Are you sick? He's sick, yes, he's sick. So here they have all the toys, all their mess. That's their world here. So this is where your two boys sleep. Exactly, exactly. And then... There must be another bedroom. Yes, there is a bedroom. Yours is Paolo's. Mom and Dad. And here's our bedroom. Our bedroom, yes. It's so cozy. it's hard for us to squeeze in with, yes. with the camera and all of us. Don't you ever, Paolo, get bored of that? That's so, don't you feel like... Because it's so small, there's so little space. No. We are used to it. No, yes. We don't feel small. No. 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 We're born in the circus. We hug each other. We are close to each other. Yes, so we feel more... When I cook, I have my boys, I mean, my sons around me all the time playing and he's sitting here. So
It's nice. It's warm. It's warm atmosphere. It's okay. Yeah. And what's it like in Velserbroek? You're here at the moment now in North Holland. It's nice. Nice town. We are just in the middle of the town. It's very good. Very nice. People of Velserbroek are friendly. And how's your Dutch? Oh, not good. It's so hard. Something you can say or can try? Totsies. Is your clown act without talking? No, it's talking. Yes. How does it work then? I've been learning, practicing with Alex, and he's teaching me the words that I have to say, so I know my text. I don't know. Can you do a little as a clown? Oh, yeah. I mean, you're not dressed, I know, but still. What I'm saying. No, because we do a clown entering, we put some sugar, so we say a bit of zucker, a bit of schlochrom, a bit of bloom to put inside, you know, what we have to put. And it's it's good. Well, thanks for having a look at your home and inviting us. I have another... I have to go and look for Jasper. Yes. I think that's your colleague. Yes. Where can I find him? Our neighbor, just right next door. So okay. My husband will show you. Perfect. Thanks a lot for the hospitality and having a look at your home. Bye. Bye. Tatien. Bye. Doei. Had het al willen doen. Jasper, ja, dat kan niet missen dat jij Jasper bent. Ja, ik ben Jasper, dat klopt. Paolo heeft me namelijk naar jou doorverwezen. Ah, oké, ja. Ik ben Jasper. En ik doe een act met Diabolo's. En ik ben jongleur. En ik doe een act met Rijn de Borden. Ik neem een beetje afstand zoals je ziet, want het ziet er best heftig uit. Ja, moet je niet tegen je hoofd krijgen, want dan heb je echt een probleem. Maar nu ben ik gewoon een beetje aan het repeteren. Ja. Dus ik kan wel wat laten zien. Hoe lang doe je dit al? Sinds mijn zevende ongeveer. Oh, dat is een beste tijd. Ja, inderdaad. Ja. Want je bent nu hoe oud als ik zo vrij mag zijn? 24, bijna 25. Maar heb je dan al je hele leven bij het circus gezeten? Nee, toen ik jong was wilde ik altijd heel graag bij het circus. Ja. En toen hebben mijn ouders naar een circusschool gebracht, gewoon als hobby. En dat ging heel goed. En toen was ik 13 en toen kon ik in de zomervakantie bij een klein circus werken. En dat vond ik super leuk. Zo is het verder gegaan. Wat Alex die zei net, in Nederland zijn er... je moet HBO hebben om bij het circus blijkbaar te zitten. Maar dat had je in Nederland nog helemaal niet. Nee, in mijn tijd had je dat nog niet. Ik deed gewoon een jeugdcircus als het ware. En daar heb ik alles de basis geleerd. En, oefen maar lekker door hoor. Of is het natuurlijk kletsen en oefenen tegelijk. Ja, dat is een beetje lastig. Ja, maar daar heb ik de basis van alles geleerd. En zo ben ik bij het circus beland. En ik vind het nog steeds heel leuk. Kun je eens je tofste move laten zien? Nou, wat een hele leuke truc is. Ik vind dit al knap hoor. Tenminste, het publiek vindt dit altijd een hele leuke truc. Kijk, gaat hij heel langzaam omhoog. Oh, wauw. Ik heb vroeger ook een Diabolo gehad en dat vond ik echt onwijs leuk om te doen. Zou ik het weer eens mogen proberen? Tuurlijk. Ben je rechts of links? Rechts. Oké, dan moet je tegenover gaan staan, dan kan je hem zo overnemen. Zou ik de microfoon gaan staan? Ja, dat is natuurlijk een uitdaging. Oh, en dan ging ik ook gooien, dus mag ik kijken? Oh, probeer maar. Ik gooi de camera zo meteen nog een stuk. Nou, dat gaat best wel goed. Ja, oh, dat is echt jaren geleden. Maar wat jij deed met dat... Oh, dat gaat best wel goed. Oké, nog één keer, dan mag jij weer over. Dat gewoon mijn nieuwe collega. Ja, misschien zo meteen even auditie doen bij Alex. Ja, inderdaad. Wil jij hem nu weer over? Ja, dat is goed. Kijk, okay. Die. En als ik er nou nog eentje bij gooi, of is dat... Dat moet je het best gewoon aan me aangeven. Oké. Doe ik het erbij. Kijk. Zo. Dit is toch geweldig. Ja, terwijl Jasper nog even dooroefent, krijg ik een tweede brief. Dat hebben we nog nooit gedaan in de uitzending, maar er komt een tweede brief bij. Want er schijnt dus nog iets te gaan gebeuren hier. Wat voor mij ook echt een verrassing is. Dag Marieke. Gefeliciteerd, je hebt de opdrachten volbracht. Dat klopt, ik heb de rondleiding gekregen van Alex. Ik ben bij Paolo en Veronica binnen geweest in de woonwagen en ik heb Jasper hier zien oefenen. Maar je moest ook zwarte hakjes en een panty meenemen. Dat klopt, die heb ik in mijn tas. En dat is niet voor niets. Vanmiddag doe je mee in de voorstelling. Ga je maar vast klaarmaken. Oh nee, echt?
Dit wist jij al? Ja, ik wist het al. Ja, alleen je moet nog wel even repeteren natuurlijk. Want je kan niet zomaar in het circus optreden. Oké, dit wordt repeteren. En hoe kun je er dan dus van afbrengen in de voorstelling hier in Circus Seim in Velsenbroek? Dat zie je in de uitzending van NH Leeft Morgen. Oh, Jasper. Dat komt vast goed. Oké. Nou, dan wil ik nog wel even diabolen, als het nog mag. Ik heb best zo... Ja, precies. Ook in microfoon. Ja, graag. Dat is niet.